Aan alle watermannen, welkom voor jullie maandelijkse horoscoop, de laatste maand van het jaar van 2016, december. Eerst en vooral wil ik jullie nog bedanken voor de steun voor van het jaar en de video's die je hebt gedeeld of de likes die je hebt geplaatst of de readings die je hebt aangevraagd. Een dikke merci, het is dankzij jullie dat dit kleine kanaal kan verder evolueren. Dank daarvoor. Nu... Want dit kanaal bestaat niet alleen om mij te leren kennen. Het gaat ook om de verspreiding van de astrologie, hoe de astrologie in elkaar zit. En ik hoop dat ik daar een beetje mijn steentje toe bijdraag. Nu, watermannen. Wat is er aan de hand gedurende de maand december? Het is een zeer sociale maand voor de watermannen. Waterman is een luchtteken. Het is geen waterteken, het is een luchtteken. En die houdt van communicatie, die houdt van ideeën uitwisselen. En dat is net wat je gaat doen in december. Er is een hele mooie energie tussen de planeet Saturnus en de planeet Uranus. Dit zijn eigenlijk jouw beide heersers. Saturnus is de oude heerser van Waterman en Uranus is de nieuwe heerser van Waterman. Dus het is, je gaat je zeker in je element voelen. En ook al zijn er de zaken die niet 100% goed gaan. Hè. Het gaat om het gevoel. En dat komt omdat Saturnus, de planeet van de structuur, de planeet van het conservatieve, in mooi evenwicht is, in een driehoek, een mooi aspect, met Uranus, de planeet van het nieuwe, het innovatieve. En het bevindt zich in jullie sociale huizen. Dus Saturnus zit al een tijdje in je elfde huis. Die maakt vriendschappen matuurder. Die is al lang bezig om structuur te brengen in je vriendschappen, structuur te brengen in je aspiraties naar de toekomst toe. En dit maakt een mooie driehoek met Uranus in het derde huis. Dus het is een goed moment om als je bijvoorbeeld een website wil opstarten. Of als je bijvoorbeeld wil iets nieuws beginnen. Alles dat te maken heeft met sociale media. Het derde huis, het elfde huis zijn die communicatieve huizen. Dus op het gebied van overeenkomen met vrienden, met de buren, met de omgeving, ziet het er een goede maand uit. Ik heb het niet over familie, maar wel over vrienden. Het twaalfde huis blijft een focus gedurende de maand ook. Dat is al zo vanaf oktober in feite. In oktober, november en nu ook in december is er een grote nadruk op dat twaalfde huis. Omdat Mercurius retro loopt. In dat de planeet van het denken loopt retro samen met Pluto. Dus het twaalfde huis is een zeer onbewust huis. Dat is het huis van ons karma, van onze oude patronen. Dus het kan zijn dat je wat meer droomt dan normaal. Dat je doordat je droomt, dat je transformeert eigenlijk ook. Dus dat je bepaalde inzichten verkrijgt. Dat het belangrijke is wel om positief ingesteld te blijven. Omdat de negatieve... uitwerking van Mercurius-Pluto is in alles het negatieve zien. Dus hopelijk, als je dat doet, want we doen dat allemaal, als je dat doet, herken het en draai het om. Probeer je focus op iets positiefs te leggen. Maar het is in ieder geval het ontdekken van je blinde vlekken ook. Het ontdekken van een aantal blinde vlekken. En dat gebeurt gedurende de hele maand december. Dus dat je ontdekt waar dat je... De stukjes waarin dat we zelfdestructief zijn, de stukjes waarin dat we onszelf ondermijnen, die komen op de oppervlakte. En dat is misschien niet altijd leuk, maar het is goed omdat je dan verder kan en omdat je dan sterker wordt als je daar licht op werpt. Voilà, dit was het voor december. Nogmaals bedankt. Ik wens jullie een heel goed einde jaar en tot volgende maand. Dag.